Welkom bij de tweede aflevering van Daan Ontmoet. Deze keer ga ik op bezoek bij kunstenaar, theatermaker Yehudi van Dijk. Zijn werk zag ik in 2011 voor het eerst toen hij op geheel eigen wijze een animatievideoclip had gemaakt voor zangeres Esther Groeneberg. Het sprak me direct aan door zijn rauwe, eigenzinnige, handgemaakte stijl. En ik ben dingen over hem gaan opzoeken en zag naast zijn bijzondere werk ook dat hij autisme heeft en begeleid woont. En op een of andere manier intrigeerde hij mij en ik wilde uitzoeken precies waarom. Toen ik hem een paar jaar later ontmoette, terwijl ik ergens ging werken als muzikant en hij daar achter de schermen meehielp, ervoer ik direct een klik en een onwijze interesse in de persoon achter Yehudi. Vandaar deze aflevering. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vinden als ik. Deel en like de video en vergeet niet te abonneren. Buiten, de afgesproken plek. Deze goed, ik zie je. Zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Al wakker? Nou, min of meer. Dit is mijn vriendje. Ik ben benieuwd. Hier naar boven, hè? Ja. Deze deur niet. Zo, jouw plekje. Dit is mijn plekje. Koffie. Heel graag, lekker. Zo. Hey Poes. Ja. Kom je ook kennis maken? Ik kom ook even kijken. Hey. Ben je klein? Lekker. Kijk eens, heb je melk en suiker? Staat allemaal daar. Oké. Okay. Nou, proost. Nou, proost. Kopje koffie. Wat is er met je neus gebeurd? Ach, dat is echt heel stom. Met je neus? Ja, ik heb altijd een tik dat ik overal aan peuter. Dus ik had gewoon een klein wondje. En daar loop ik dan gewoon aan te peuteren. Ja. Dus dan heelt dat heel stom. Dus dan heb ik een hele rode neus. Mag ik het even laten zien of vind je dat stom? Nee hoor, je mag dat best laten zien. Mijn rode clownsneus. Hij is inderdaad weer een beetje... Want ik heb vanochtend ook zat ik er weer aan te pulken. Dat moet ik niet doen. Maar ik ben dan ook... dan ben ik gewoon een beetje druk en dan gaat heel snel. Ja. Vooral als ik alleen ben, inderdaad. Ik zit al tijden in een uitkering. Ja. En ik zie ook niet voor me dat ik daar nou echt uitkom. En alles wat ik eigenlijk doe, doe ik voor een appel en een ei. We gaan naar Jong en Oud, de brasserie in Zwolle-Zuid. Ze zijn hele leuke mensen en eigenlijk ook gewoon min of meer, ja, zijn gewoon vrienden van mij. Ja. En die hele tent die hangt vol met mijn werk. Okay. Dus dat is gewoon heel erg leuk. Ja. Het is gewoon mijn brasserie. Ja, precies. Er staat nog net die Yehudi's brasserie. Nee, ja, zo heet het net niet. Nee. Maar het had prima gekund, maar ik weet niet of het dan zo goed had verkocht. Want het loopt wel hartstikke goed. Het is wel een hele goede tent. Want jij verkoopt niet zo goed? Of, Jawel, mijn werkjes gaan hartstikke goed. Die moet nog opgehaald worden. Okay. Dus ja, ik had eigenlijk, ik was bezig met een hele serie dieren. En dat werd een soort alfabet moest dat worden. Dus dit was de J van jachtluipaard. Uh-huh. Maar ik had er ook niet meer zoveel zin in. En dus toen, ja, dat gebeurde allemaal een beetje door elkaar heen. Toen zag ik RTL Late Night. Toen ging het over die vluchtelingen. Toen dacht ik van, jemig, je moet echt wat doen. En toen dacht ik, nou ja, waarom verkoop ik gewoon die hele boel niet? En dan gewoon, het was ook wel heel leuk hoor. Echt, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En het kostte gewoon €50. En dat moest je gewoon betalen, punt. En, maar dat wilden de mensen ook wel betalen. Ja. Ik heb kunstacademie gedaan, maar ik heb interieurarchitectuur gedaan altijd. En ik heb heel lang allemaal theaterwerk gedaan. Echt van alles en nog wat. En toen is er een periode geweest dat het niet zo, nou ja, gewoon slecht ging. En toen ben ik eigenlijk weer gaan tekenen, omdat ik, daar wist ik zeker van, dat vind ik leuk en dat kan ik. En daar heb ik geen spanning van of geen stress van.
Gisteravond zit ik gewoon voor de televisie. Dan zit ik gewoon ondertussen zit ik lekker te tekenen. En dan ben ik er wel heel serieus mee bezig. Dan denk ik wel van, oh, wordt dit wat? Ja. Of dan moet het ook wel een goed dingetje worden. Maar als mensen heel erg gaan zeggen van, het moet wel goed. Of het daar bovenop gaan zitten, dan sla ik helemaal lam. Dan kan ik niks meer. Ja, heb ik wel gehad en ik word er heel ongelukkig van ook. Ja. Het is inmiddels is het ook zo, dat speelt gewoon mee. Dat ik weet dat ik Asperger heb. En dat ik, nou ja, in die zin toch wel gevoelig ben. Ook voor stress. Mm-hmm. En dat ik nu ook veel makkelijker naar mensen kan communiceren van, hoor eens, ik wil een hele hoop voor je doen, maar ik doe het niet met een deadline. Want dat, ik trek die, dat is te gevaarlijk bijna, want ik weet niet, het kan maar zo zijn dat het weer even een paar dagen slecht gaat. Of dat ik me dan niet goed voel. Maar dan nog is het af en toe wel zo, ja, dat mensen me dan te dicht op de huid zitten of zo. Dat ze precies willen zien hoe ver ik ben met iets. Of, en ik vind dat moeilijk. Ik vind dat, ik denk ook heel snel van, oh, doe ik het dan niet goed? En dat is helemaal nooit zo. Mm-hmm. Maar dat zit gewoon zo ingebakken in mijn hoofd. Er is vast dan iets wat ik niet goed doe. Dat je het niet goed doet. Dus het fijnste werkt gewoon als ik niks hoef. Dan doe ik het meest. Ja. En dan maak ik volgens mij ook de leukste dingen. Hier ben ik nu mee bezig. De muziek komt er zo in. Dus 12 beeldjes per seconde. Stond je te lang in de regen misschien en wanneer begon? Hier ben ik heel trots op. Met die auto. Stond je te veel en te lang stil misschien? En wat maakte je gewrichten stram? Je botten stijf, je armen lang. Droom je soms 's nachts over vluchten en pak je dan dapper je koffers in? Wat neem je mee? Gaan we daar tussendoor? Is de vragen, wanneer ga je weg? Wordt het morgen of wordt het vandaag? In je hoofd ben je al onderweg, dus de reis is begonnen. Dat buitenbordje, ja, hij is nu, ik had hem nog niet helemaal af. Dat doe ik dan ook, elke keer. Dus, hoi. 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 Mignon, mag ik je even iets vragen? Kom maar. Dit is Daan. Hoi. Hoi. En Daan en ik zijn een filmpje aan het maken. Hoi. Neil. Daan. Mogen wij in ieder geval mijn werkjes een beetje filmen? En... Ja, tuurlijk. Ja. Nee, dat is helemaal goed. Jullie zijn wel fan van jullie. Ja. Niet alleen van zijn werk, hoor. Nee. Hey. Zullen wij lekker daar gaan zitten? Ja. Alles is voor mij behalve die kat. De kat is niet van mij. Smaak in je mond, zuur en bitter. Zuur en bitter. Ik zou een voorstelling gaan regisseren. En toen dacht ik van, oeh, dan moet ik toch maar stoppen met drinken. Want volgens mij drink ik te veel. Dat dacht ik toen al. Dus ik ging naar de dokter. En de broodjes. Zeg ik, nou dokter, volgens mij drink ik te veel. Ongeveer. En toen zei de dokter van, nou gaat u maar naar het CAD, Centrum Alcohol Drugs. Dat duurde geloof ik 2,5 weken of 3 weken voordat ik daar terecht kon. Het duurde niet van tijd. En toen dacht ik, nou, laat ik dan ook maar gewoon stoppen met drinken nu. Dus toen had ik 2,5 weken of 2 weken niet gedronken. Dus ik kwam daar bij het CAD en toen vroeg die consulent, die vroeg van, nou meneer Van Dijken, hoe groot is uw alcoholprobleem dan? En toen zei ik al, ja, ik weet het niet, want ik heb al 2 weken niet gedronken. En toen zei ze uiteindelijk, zei ze van, nou gaat u maar naar een psycholoog, want u praat nogal veel. En zo is die hele bal gaan rollen. Toen heb ik de hele tijd helemaal niet gedronken. Toen dacht ik van, nou het kan wel weer.
En toen zijn er eigenlijk wel een paar keer terugvallen geweest of zo. Dat dat toch niet... Het is ook een gekke problematiek. Want het is echt een dubbeldiagnose problematiek. Ja. Het is een soort zelfmedicatie geweest. Ja, ja. Dus ik voel mezelf ook helemaal niet een alcoholist. Mm-hmm. En ik heb ook nooit 's ochtends of 's middags of continu... Alleen als ik dan drink, dan dronk ik heel veel in één keer. En dat vind ik nog steeds heel lastig. Dus het is voor mij... Dat is misschien ook alweer zo'n autisme dingetje. Het is gewoon wat veel handiger is. Het is gewoon alles of niks. Voor een deel is dat ook wel zo. Als ik nu een feestje heb, dan besluit ik wel gewoon van... Nou, nu drink ik ook gewoon bier, want anders... ben ik gewoon na een uurtje ben ik thuis. Ja. Want dan, dan komt alles op je af en dan hou ik dat helemaal niet vol. Ja. Alleen, ik moet vervolgens wel uitkijken dat het niet gigantisch uit de hand loopt. Ja. Maar het lukt niet altijd hoor, maar meestal wel. 80% lukt het. Ja. Altijd als ik dit soort dingen heb, dan wil ik dit spelletje doen. Oh ja. Precies zo'n rondje draait. Probeer maar. Het gaat je aardig goed af. Ja, ik heb heel veel geoefend hoor. Het zit uren oefenen. Ja, het geluidje is ook heel leuk. Oei. Hoor je dat? Ja. Dat is een heel goed geluidje. Dat vind ik heel moeilijk, dat kan ik nog steeds niet. Doe het nog. Nee. Dat is die. En als je dit kan... Ja, maar adem je in of uit? Uit, ja. Je gebruikt de druk van je mond. Ja. Ja, precies. Ik had hem. Ik vind het zo'n mooi geluidje als je dat kan. Voor mij is Yuri echt een uniek persoon die beschikt over creatieve capaciteiten die ze weerga niet kennen. Hij is super vriendelijk en heel attent. Ja, iemand die... heel uitermate goed kan vertrouwen. En waar ik elke keer meer mee kan delen dan ik van tevoren zou kunnen bedenken. In de afgelopen jaren hebben we echt iets stevigs opgebouwd. Hij was eigenlijk mijn eerste echte grote... Een grote liefde. Opdracht. Hij was bezig met een productie in opdracht van het theater in Zwolle. Ja. En hij was op zoek naar een producent. Ik was net begonnen als zelfstandig ondernemer. Toen kwam ik daar bij hem en leerde direct om te werken met een hele interessante, ingewikkeld interessante maker. Hoe lang is dat geleden? Dat is 2007 of 2008 geweest. Ja, dus we kennen elkaar 7 of 8 jaar. En waar bestaat jullie vriendschap uit dan? Heel veel koffie drinken samen. Praten over het leven, maar ook heel veel over werk en over ideeën, over conceptjes en plannetjes en hoe we die moeten realiseren, wat we daarvoor nodig hebben. Heel wederzijds, het ene keer gaat het over mijn ideeën en de andere keer over zijn ideeën. En we komen elkaar toch echt wel wekelijks tegen. Dat is een van mijn frequentere vriendschappen, kan ik wel zeggen. Ja, dat is wel bijzonder, omdat hij ook Asperger, dat label, heeft dan. Ben je geneigd om daar gelijk allerlei eigenschappen aan te plakken? Van, wat voor eigenschappen? Ja, bijvoorbeeld dat iemand met Asperger moeilijk vriendschappen zou kunnen onderhouden. Of heeft Yuri daar dan ook last van? Of, ik vind van niet, het is een beetje een stigma. Ja, dat is echt wel een stigma. Ja. Nee, voor mij helemaal niet. Hij is juist iemand die af en toe ook mij belt om even wat te gaan drinken. Ja. Of, En altijd heel snel reageert op het moment dat ik hem een berichtje stuur. Of hij ergens aan toe is. Dus een hele trouwe vriend. Ja, een hele trouwe vriend. Maar je hebt ook wel eens een crisis meegemaakt dan. Mm-hmm. Hoe was dat voor jou dan? Heb je hem dan opgezocht in de kliniek? Ja, ik ben een keertje meegeweest naar de kliniek. Maar die was gevangen. Maar ik heb ook een keertje, dat denk ik wel de heftigste... voor mij de heftigste, want toen is hij een weekend bij me thuis geweest. Mm. Toen het echt even heel beroerd ging. Wauw. Dat was in de winter, 2 jaar geleden denk ik ondertussen. En dat ging ook heel vanzelfsprekend. Het was heel prettig om hem even in huis te hebben, om uit die zwarte dagen te kunnen trekken. Hij is namelijk ook heel wijs. Bedachtzaam. Hij levert me altijd wel weer
inzichten die ik niet had kunnen bedenken. Hij is ook wel warrig, maar die warrigheid die hoort ook wel bij zijn creativiteit. Het gekke is namelijk dat hij helemaal niet aan één ding tegelijk werkt. Hij werkt aan heel veel tegelijk. En het is ook ergens wel een beetje een monnik als je kijkt naar de manier waarop hij werkt. Dus hij duikt in een werk en komt daar dan na uren uit. En ik zie, want hij is wel de afgelopen jaren best wel veranderd. Dus ja. Hij is ook een stuk rustiger geworden. Hij weet beter wanneer hij toe is aan pauze, aan rust. En dat zegt hij dan ook heel firm als hij daar aan toe is. En dan stopt hij met alles, dan legt hij het neer en dan komt hij tot rust. Ja. Ik vind het wel super mooi eigenlijk. Ja, ja. Het is, uiteindelijk vind ik hem heel leesbaar. Daardoor weet ik ook precies wat ik aan hem heb. En als het hem te veel is, zal hij dat altijd zeggen. We zijn bij Ruimtetuig. En dan gaat Martijn van Hezen PVC-TV maken. En jij en ik zijn daar als gast. We zijn samen te gast. We zijn samen te gast. Allebei. Ja. Ja. En waarom ben jij dan te gast? Wij zijn samen de kunstenaars die niks verdienen. Ja. Wij zijn de creatievelingen die daar niet van kunnen leven. Ja. Dat zijn wij. Maar ik hoop bij God dat hij niet uitloopt. Ja, oké. Okay. Dus dat hoop ik. Je wil op tijd naar bed. Ja, ik hey, wil. Hey. Hey! Hallo. Hi. Hallo. Hey man. Gozerd. Hi. Is het koud weer is en je hebt zo'n rood neusje, dan is het ja. Een beetje alsof je... Nee, het is nog steeds een stomme wondje. Oh shit. Maar ik doe wel mijn best, maar het schiet niet op. Nee, hè? Ik hoop alleen bij God dat hij niet uitloopt. Martijn! Heet Pels. Oh nee, nee. Mag ik je één vraag stellen waar je misschien gestrest van wordt? Ja. Je gaat toch niet uitlopen, hoop ik? Nee. Dat vind ik fijn. Nee, waarschijnlijk hebben we tijd over. Ben jij er klaar voor, Jenny? Ja. Ja. Ready as I'll ever be. We gaan zo beginnen daar aan die kant. Er is expliciet geen publiek bij, omdat we met ruimtegebrek te kampen hebben. Maar ik neem daar gewoon de intro op. Dan gaan we straks naar daar. Daar zit ons komisch wethouderduo. Daar gaan we een korte inleiding hebben. Jullie gaan schaken, maar ik zal het inleiden voor camera. Dan schakelen we over naar deze kant. Bij mij aan tafel Bart Jansen, Alexander de Vos, Daan van de Konijnenburg en Yehudi van Dijk. Daan, jij bent mini-documentairemaker in je vrije tijd. En je hebt Yehudi geportretteerd. Heb jij het al gezien, Yehudi? Nee, ik zie het nu voor het eerst. Bedankt voor dit inkijkje, vrij persoonlijke inkijkje in, volgens mij, je leven. Nou, ik ben blij dat ik het niet hoef te vertellen. Nee. Nou ja, het is nu duidelijk. En het verschil tussen jullie is dat jullie niet van je kunst leven. En jij bijna, jij al wel. Hoe zou dat voor jullie zijn om bijvoorbeeld een onderneming te beginnen? Ik kan twee dingen heel kort erover zeggen. Dat ik absoluut niet met geld om kan gaan. Dat ik het ook niet begrijp hoe ik daarmee om moet gaan. Dat ga ik ook nooit leren. Dat weet ik inmiddels wel. Dus dan, als ik dat al zou willen, dan moet er iemand echt bovenop zitten die dat allemaal voor mij doet. Ja. En een ander ding is dat ik niet zo goed ben. Ik word er ook heel gestrest van het werken in opdracht. Ik weet niet of je... Ik vind mezelf wel een uitzondering. Mm. Dus ik weet niet of je daar een regel op moet maken. dat zou ik niet zo... Ja, is het zo? Is het een uitzondering? Ik zal ze niet bij naam noemen, maar ik ken toch een groot aantal kunstenaars die afstudeert en die niet goed is... In het werk als ondernemer, maar wel goed in het werk als kunstenaar zijn. Het lastige is dat je gewoon als ondernemer een bepaald soort continuïteit moet hebben in je productie en in je verkoop. En je moet ook echt ondernemer zijn. En als je dan te maken hebt met bijvoorbeeld door een psychische kwetsbaarheid, dat niet lukt, dan is het gewoon een heel groot risico wat je dan niet kan nemen, omdat je gewoon onderuit gaat. En. Misschien, ik weet een beetje in Yehudi's geval dat het misschien een beetje zo is, maar voor mij geldt het ook. Het is voor mij gewoon een te groot risico om dat te doen. Dus ik wil heel graag mooie dingen maken en ik maak muziek en nou, ik ben nu met die documentaire serie bezig en ik heb er heel veel plezier in, maar ik zou er niet van willen leven. PVC TV. Partij voor Cultuur.
voor de laatste keer in deze documentaire ga ik nog een keer op bezoek bij Yehudi. We hebben het idee om een kleine animatie te maken als intro voor de volgende documentaires. Dus wij gaan nu een beginnetje maken, een brainstorm sessie als het ware. En bij de volgende afleveringen zullen jullie het resultaat zien. Nou heb ik nog één kleine verrassing voor Yehudi. En dat is dit. Deze trui is een illustratie van Yehudi. Hij weet niet dat ik deze heb. Ik heb hem zelf laten maken, zelf laten drukken. Omdat Yehudi heeft een weblog en daarop gaf hij aan van... Ik hoop dat mensen zoveel mogelijk mijn werk zullen gebruiken zonder dat ik het weet en dat ik het overal tegenkom. Dus ik ben benieuwd hoe hij hierop reageert. Dus we gaan het zien. Yehudi van Dijk. Dat is deze. Goedemorgen. Hey Yehudi, ik sta voor je deur. Derde verdieping. Is goed. Hey. Hey, Engert, we zijn dan weer filmen. Ik heb een kleine verrassing voor je. Nou, wat spannend. Ik weet niet of je het al kan zien. Hè? Hoe kom je daar nou aan? Heb je speciaal laten maken. Echt waar? Ja, je had op je blog geschreven van nou, ik hoop dat ik in één keer iemand zie met een illustratie van me op zijn shirt. Ga heen en vermenigvuldig mij. Wat dus, cool! Dat heb ik gedaan. Wat mooi, man. Ik dacht een hoodie, dat is wel toepasselijk. Een Yehudi hoodie. Ja. Is het jouw hoodie of is het mijn hoodie? Nou, dit... Want er staan mijn hoofdjes op, hè? Ja, precies. Precies. Hoe cool is dat? Dus er loopt nu iemand met je hoodie merchandise. En het is Daan. Ja, precies. Hoe cool! Wat mooi! Leuk, hè? Ja, super. Wil je koffie? Altijd. Ik heb van deze aflevering heel veel geleerd van jou persoonlijk. Tof. Omdat ik toch wel zelf met dat stuk van over geld heel erg met mezelf worstel altijd. En zoals jij daarover hebt verteld, heeft mij wel geïnspireerd. Van weet je, ik wil gewoon mooie dingen maken, zeg je op een gegeven moment. En het beste lukt dat als ik niks moet. Ja, dat is wel voor mij het meest leerzame stuk geweest van wat je hebt verteld. Voor mij persoonlijk. Dankjewel. Denk ik van ja, daar heb ik iets aan, weet je wel. Daar kan ik wat mee. Ja. Want dat is ook mijn worsteling. Ja. Ja. En dit geld. Ik vind het toch nog steeds leuk om een mannetje te hebben, een Daan. Ja. Met een kuif. Want volgens mij heb jij wel een kuif. Ik heb meestal een kuif. Ja. Dus dat je eigenlijk een beetje over de wereld heen wandelt. Ja. Met die camera in je hand. Ja. En dat dan dus jij eigenlijk de hele tijd op hetzelfde plekje blijft, maar die aarde dus draait. Ja. Ja. En jij blijft, maar dan komt het dus ook af en toe, staat er dan hier iemand stil. En die draait dan naar mij toe. Ja, en dat kan iemand met een trompet zijn, of een eufonium, hoe heet het, dat ding? Ja, eufonium. Die staat dan stil. Maar op een gegeven moment is hij dus hier. Mm-hmm. En dan lijkt me het leuk als je heel even overschakelt, dat je, laat me zeggen, een soort grapje maakt, dat je in één keer door die camera kijkt. Oh ja. Dus dat je in één keer een beeld hebt wat dit eigenlijk is. Van... Daan, het is hetzelfde Daan-poppetje. Ja. Met die man met die toeter. Ja. Dus bijna als een soort fotootje of zo. Ja, ja. En dat we dat gewoon, dus dan, poes, opgedonderd. En dat kunnen gewoon de hele tijd andere mensjes zijn, volgens mij. En mannen en vrouwen, moeten er ook denk ik wel vrouwen bij zitten. Of man-vrouwen. Of manvrouwen, of honden. Maar dat kan eigenlijk gewoon een parade van mensen worden. Ja. Die gewoon, en dan, jij loopt de hele tijd en bij de mensen stopt het even of zo. Precies. Volgens mij moet dat heel snel, dat moet een soort ritme krijgen. Precies. En dan in één keer moet er gewoon Daan ontmoet staan. Ja, die komt dan misschien uit de wolk of... Zoiets. Zoiets. Het dan. Goed, gaan we doen. Leuk. Lijkt me heel leuk als we het dan... in de volgende aflevering terug gaan zien. Ja. In de volgende afleveringen.
Ik vind het spannend. Ja. En ik vind het een eer. Nou. Want ik vind het echt mooi tot nu toe wat jij hebt. Ja? Ja. Dat is wel van onder de indruk. Nou, dankjewel. Ja, graag gedaan. Graag gedaan, Daan. Graag gedaan, Daan. Daan. Jordi? Daan, ik vond het heel leuk. Ik vond het ook heel leuk. Ik vind het ook bijzonder. Ja, ja, ik vond het echt een bijzondere ervaring. Heel, ja, ik vond het heel mooi hoe open en eerlijk je kon zijn. Dankjewel. Hey, bedankt, hè. Doei. Ja. Voorzichtig. Ik doe voorzichtig. Doe zo. Jij ook, hè. Doei. Doei. Hoi. Hoi.